ik heb vandaag voor jullie terug een nieuwe video en het is vandaag super warm. Echt, ik denk dat het 35 graden of zo is. Het is vandaag donderdag, ik weet niet hoeveelste van het zijn. De 26e juli en het is super warm vandaag, maar ik wil toch deze shoplog opnemen. Omdat deze spulletjes hier al super lang liggen en ja, ik kan het eigenlijk niet meer zien. Dus ik dacht, vandaag moet ik echt een video opnemen. Het is niet van de standaard boekhandel. Ik dacht van niet goed genoeg is, maar het is van de Hema, van de Action, van Lolalisa en dan nog dit dat achter mij ligt. Misschien kunnen jullie het al raden. Dus dat ga ik jullie vandaag allemaal laten zien. Maar voor ik dat doe, wil ik jullie vragen of jullie een duimpje omhoog willen doen en te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we direct door naar de shoplog. Oké, ik ga het eerst de kleding tonen dat ik heb gekocht bij de L&L. De zakje is trouwens al leeg. Want de kleren nu in als mij. De meeste van de kleren, alle twee van de kleren heb ik al gedragen. Maar ik wil het jullie toch nog graag laten zien omdat het wel leuk is. Als eerste dit super toffe shortje. Hij is gekreukt omdat ik hem al een keer heb aangehad. Maar ik wil het jullie toch laten zien omdat ik er hem zo tof vind uitzien. Dat is een blauw shortje. En hij valt ook niet zo kort. Eindelijk, het was een moeilijke zoektocht naar niet te korte shortjes. En je kunt dat hier zo toe doen. Je kunt er een strik van maken. Dat was rond de 30 euro volgens mij. Dan een rok. En die rok heb ik al een keer aangedaan voor weg te gaan. En ook op Instagram heb je deze rok al kunnen spotten. Deze zilveren rok met super mooie glinstertjes. En hier van boven zo'n band. Echt heel mooi. Ik zal de foto hier ergens in beeld plaatsen. Dan zie je ook de outfit als ik de rok aan heb. Hij is ook super luchtig. Volgens mij denk ik zelfs met dit warme weer. En die was... even kijken. Ook 30 euro. Dan als laatste dit super toffe blouseje. Dat heb ik nog niet aan gedaan. Omdat het gestreken moet worden eigenlijk. En dat was min 30%. 30 euro dan en nog min 30%. En dat is met super leuke bloemetjes opstaan. Echt heel mooi. Super leuk. En dan ging ik naar de Hema. Ik zal jullie eerst de items tonen dat ik in de Hema heb gekocht. Als eerste dit super schattige boekje. Dat boekje moest ik echt hebben. Ik heb wel al redelijk veel notitieboekjes, maar dat is een leuk boekje omdat je ja, de tekeningetjes en de plastiek die jullie zien, dat is heel handig. Zo wordt het boekje hier afvuil en binnenin ook met dat lippenstiftje hier zo. En hier de, hoe noemt dat, dat touwtje voor je pagina terug te vinden. Dat is van de Hema. Ik heb de rekening niet meer, maar het was volgens mij 4 euro. Dus 4 euro voor dat boekje. Dan twee super schattige cadeauzakjes met snoepjes op. Ik heb altijd wel cadeauzakjes nodig. Als er een verjaardag is, kan ik dat van hier insteken. Kan ik mijn cadeauken hier insteken. En die waren denk ik 1 euro of zo. Zijn super leuk. En als laatste bij de Hema kocht ik deze foundation color drops. Meestal als ik spraytan doe, heb ik een redelijk donkere foundation op. Allee, heel... Nee, lichte basis, niet te veel foundation. Maar dus hij is veel te donker dan voor nu, als mijn spraytan er bijna af is. En dan vind ik het wel handig om zo van die color drops erin te doen. Dus dat maakt je foundation lichter en dat is met een pipetje. Dus dat is super handig in gebruik. Ik heb het al gebruikt en ik vind het echt heel handig. Dat was ook iets van 5 euro of zo voor dat flesje. Dus dat valt ook wel nog mee. Dus dat was deze aankoopje. Dan heb ik nog een zakje, maar dat is van de Action, maar het zit in een ander zakje. Het komt niet van de standaard boekhandel. Daar kocht ik onder andere deze super schattige paper foam sticker. Die zien er echt super leuk uit. Lijkt me echt leuk om mijn agenda toffer te maken of voor als ik een winactie organiseer om dat daar op te kleven. Dat maakt het altijd super leuk. Dan kocht ik nog iets, maar ik weet eigenlijk niet wat ik ermee ga doen. En dat is een kurksticker. Het zag er mij gewoon heel erg leuk uit. Misschien voor een do-it-yourself is dat ook wel leuk. Deze kurksticker. Dan voor een do-it-yourself die ik al gedaan heb. En die al misschien online is gekomen. En dat is met lavendel. Do-it-yourself met lavendel. En daarvoor had ik zo een glazen potje nodig. Ik had er twee gekocht. Daarom dat deze nog niet gebruikt is. En ik had ook lint gekocht in het thema van de lavendel. Ook heel leuk.
De prijzen variëren zo rond de 1 euro. Voor dat lint denk ik 70 cent ongeveer. Dan kocht ik nog iets heel leuk. En dat zijn deze stoffen zakjes. Dat leek mij ook wel leuk om een do-it-yourself mee te doen of om iets in te pakken. Is een stofje ook altijd leuker. Dat ook voor een winactie voor mijn blog. Deze zakjes. Hierin kan ik namelijk leuke producten insteken in deze stoffen zakjes. En met die bolletjes vond ik daar ook wel schattig uitzien. Dat was ook €1,80 geloof ik. Ja, zoiets. Dan nog twee dingetjes. En dat heb ik eigenlijk een beetje verkeerd gekocht. Ik dacht dat dat lint was, maar dat zijn zo van die armbandjes eigenlijk. Elastische armbandjes. Misschien dat ik er wel nog een lint kan gaan maken of iets anders mee kan doen. Dat weet ik niet. Dan als laatste bij de Action kocht ik deze I Am Makeup Remover Wipes. Daarmee ga ik niet mijn gezicht reinigen, maar verwijder ik dus swatches op mijn arm. Dat vind ik heel handig, zo'n doekjes. En dat was alles voorlopig, ja. En dan zien jullie hierachter nog iets superleuk hangen. En dat heb ik in de zolder gekocht eigenlijk. En dat is het Wedding Crasher vestje van Tutu Chic. Ik wou toch nog iets van Tutu Chic kopen en nu was het wel mijn kans. Dat vestje wou ik al super lang. Van als dat uitkwam, wou ik dat vestje, maar ik vond het eerst een beetje te duur om het aan te kopen. En nu dat het in de zolder was, ja, twijfelde nog een beetje, maar ik heb het dan toch gekocht. En het is echt super mooi. Moet er wel voor zijn. Het is dus een beetje een stoerder jasje. Maar maakt toch wel wat schattig. Met de leuke details. En de achterkant is nog leuker. Normaal gezien heb ik al een Instagram foto hiermee gemaakt. Die zal ik ook ergens in beeld plaatsen. Als dat niet zo is, komt hij er zeker nog aan. Ik vind de achterkant heel mooi. En hier op de raam, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ook zo een schattige, een roze stofje. Hier zo. Hij is echt heel erg mooi. Super mooi. Hij is nu nog iets te warm voor nu te dragen. Maar dat komt wel. Als het wat frisser wordt, is zo'n vestje heel tof. Dus dat vestje was -30% geloof ik, van 2,50. Dus dat is wel een leuke solden aankoop. Voilà ze. En dat was mijn filmpje over mijn productjes, mijn spulletjes dat ik koop bij de Action, de Hema, de LNL en van Tutu Chic. Ik hoop dat jullie dat een tof filmpje vonden. Als dat zo is, doe zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie snel terug in een nieuwe video. Dadah!